dames en heren, mag ik een applaus voor Jeroen Thijssen. Jeroen. Jeroen. Handbreed. Ja. Wil je wat drinken? Het water? Want het is al. Geen bier. Water is goed. Hebben we een bier? Biertje! Kunnen ze zeggen? Ja, biertje! Er komt er misschien iemand vanuit de. Dat was Heineken, dat lust ik niet even. Maar er komt er misschien iemand dadelijk. Jeroen? Ja. Ik heb je boek met ontzettend veel plezier gelezen. Want het geeft namelijk, wat ik net zeg, een heel mooi sfeerbeeld van die eind jaren 70, begin jaren 80. Het begint in het jaar 1978, ben ik een beetje goed te zien, trouwens. Ja, ja. 1978, een heel mooi jaar. 80 jaar toen werd jij geboren. Ik werd geboren in 1978. Maar in tegenstelling tot die eind jaren 60, begin jaren 70, weet je, die hippie tijd, was die eind jaren 70 een hele grimmige periode. Kun je ons. Oh, kijk eens, dames en heren. Eigenlijk, hè? Ja, net had hij een heel leuk kroontje op. Mag ik nog een biertje? Mag ik nog een biertje? Ja, het was een heel grimmige periode, maar het was vooral het begin van een grimmige periode. Maar kun je misschien voor de mensen die tijd niet hebben meegemaakt, want ik was zelf ook nog één, dus ik heb ook niet echt meegemaakt, bewust. Maar kun je ons een beeld schetsen hoe die tijd was? Ja, nou, het was, we hadden net de tweede energiecrisis gehad. De tweede oliecrisis en economisch ging het hard achteruit. Er was wel een grote jonge bevolkingsgroep. Die had geen werk, geen woonruimte en geen toekomst. De no future generatie. Het was een punk generatie ook. Met Johnny Rotten en De Sex Pistols. En de Sex Pistols en de Clash en noem maar op. Een heel levendige periode. En op een gegeven moment hoopte de. Het is wel heel erg veel, want iedereen had te eten, maar er kwam verzet en er werd gekraakt. En daar werd tegen in verzet gegaan, hoewel het veel steden natuurlijk toch zeiden van nou, een bewoond kraakpand is beter dan een lege leegstandpand dat verloedert. Woningnood, werkloosheid en uitzichtloosheid. En ook nog de Koude Oorlog nog. Ja, Koude Oorlog, ja zeker. Maar ook wel heel veel energie. Want moet je niet vergissen, dat energie bedoel energie je met onder al die mensen heel veel creativiteit. Ja. Ik bedoel, iedereen die hoeft echt geen instrumenten spelen om toch een band te hebben, weet je wel. Je pakte een gitaar, je sloeg hem op en dan had je een punkband. Is het voor sommige mensen herkenbaar? Heel goed. Een hele generatie. En wat maakt nu, want het is een hele glimmige periode met dus werkloosheid, et cetera, maar ook heel veel energie. Ja. Wat maakt die periode nu voor jou interessant om hier daar een boek over te schrijven? Nou, ten eerste was het mijn eigen jeugd. Ja. Ik was geen kraker, maar ik kwam wel veel. Ik woonde braaf bij mijn ouders, want ik had een hele goede verhouding met hun. Maar ik kwam wel heel veel in kraakpanden. Dus het is ook een soort terugblik op mijn jeugd, wat dat betreft. Maar wat zag je daar in die kraakpanden dan? Want, vrienden, hè? Ik kom uit Haarlem, toch? Ik kom uit Haarlem, ja. Precies. En mijn vrienden, veel van mijn vrienden wonen daar. Maar het was net wat ik zei, die energie en die anarchie. En alles kon in een kraakpand, zeker in het begin. En dat trok mij enorm aan. Ben jij wel van thuis? Ik was heel braaf in Bloemendaal. Ja. Maar wat was het dan? Dan ga je in Bloemendaal, bij je ouders lekker zitten, ga je lekker om. Het burgerlijke. Ja. Burgerlijk was echt een scheldwoord, hè? Burgerlijk. Ja, nou, mijn ouders waren niet heel burgerlijk hoor, moet ik wel zeggen. Maar wel een beetje, ja, natuurlijk. Alle ouders hadden dat, hè? Dus, maar had je dan niet liever ook daar willen zitten dan? Ben je die energie? Ja, dat had ik wel gewild, maar ik kwam er niet van. Nou, ik weet ook niet waarom niet. Het is toch een keuze die je maakt? Toch? Ja, maar het was. Kijk, bij mijn ouders, ik had het goed. Een beetje net zoals de jeugd van tegenwoordig. Die ook niet echt branden is van thuis. Want ze mogen alles. Ze hebben alles en dat had ik ook. En ja, de woning natuurlijk. Ja, en ik woonde ergens. En op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Den Bosch. En daar had ik ook al een woning. Dus, eigenlijk heb je die. Ik was eigenlijk een burgerman. Ja, nog steeds hoor. En dan besluit je een boek te gaan schrijven over die periode. Ja, dat had eigenlijk twee redenen. Enerzijds omdat heel veel Nederlanders terugkijken op de 20e eeuw en zeggen, nou, het was een heel vreedzame eeuw. Toen kwamen de Duitsers en toen gingen ze weer en toen was het weer vreedzaam. Ja. Dat is niet waar. Vertel. We hadden in de kolonie hadden we een gigantische oorlog. Dat weet bijna niemand meer. Daarom schreef ik het boek Solituren. Ik ga nog een boek schrijven over de Koreaanse oorlog waar Nederlanders in meegevochten hebben. Je hebt Srebrenica. Maar je had die krakersbeweging die daar in de straten vocht met de ME. Waar tanks tegen in werden gezet. Waar mensen echt moesten rennen voor hun leven. Zowel politieagenten als krakers. Dat is vergeten. Daar schrijft niemand over.
En, is dat, en juist die, zeg maar, vergeten niches, dat vind ik interessant om dat te gaan onderzoeken. Ja, maar niches, dat was een massa. Nee, natuurlijk, maar ja, ik vind dat de Nederlandse literatuur een bloedarmoede leidt en eigenlijk alleen maar schrijft over kunstenaarsleed en kunstenaressenleed, niet te vergeten. En ja, dat heb je het wel gehad. Ja. Dat zijn uitzonderingen, maar grosso modo. We gaan zo nog hebben over die krakenschellen, ja, en over die tanks, et cetera. Maar het uitgangspunt, ja, zeg maar, de locatie in het boek is De Hazer. Ja. Kun je iets vertellen, ja, over dit gebouw? Dit is het oude politiebureau in de Smedestraat in Haarlem. Ja. Het was... Dat was een groot complex. Dat was voorin zaten mensen anti-kraak en achterin zaten dus de echt heftige kraakers. Ook heel veel junkies en alcoholisten en noem maar op. Dat was echt, nou ja, daar was de anarchie verkeerd geloof. Ik heb het Hazer genoemd, want het pand had niet echt een naam. Dus, ik moest de naam ervoor verzinnen. Nou, de Baaiers en de Bali, die hadden we allemaal al gehad. En daar was wel een pand in Haarlem, dat stond aan de Hazerpaterslaan. Dat heette de Hazerpa, afgekort. Hazer. En mooi van Hazer, het leger van de geweldlozen, de Hazen, het Hazenleger. Ik heb er een mooi punt aan gedraaid. Ja. En toen ben je daar ook zelf binnen geweest in het gebouw? Nou, toen in die tijd zeker. Ja. En ik ben laatst voor een interview voor de Volkskrant. Was de journalist zo brutaal om aan te bellen. En ik heb heel lang gedacht dat het veranderd was in Juppenhof. Mm-hmm. Maar het is nog steeds een woongemeenschap. Ja. Dus toen zijn we bezig kijken. Ja, het is onherkenbaar veranderd. Ja. De grote hal is weg, de cellen zijn weg. Maar het is wel nog steeds een woongemeenschap. En dat vind ik toch wel heel mooi. Ik kan me er zo geen beeld meer voorstellen van dat je dat in die tijd... Want je ziet ook van wij verkopen geen heroïne. Ja, achterin wel hoor. Voorkomt niet. Ja, maar ook niet. Maar wat zag je daar als je er binnenkwam? Wat was het over voor? Nou, je kwam binnen, dat was dus nog echt het oude politiebureau. Dus er zat een balie met zo'n schuifdingetje waar achter dan de brigadier van dienst zat. Die dan, hè? Maar daar woonde niemand. Ja. En dan kwam je binnen. En daarachter zat de agentenkamer, zoiets heette dat. Heel groot, heel hoog. Ik denk wel 6 meter hoog. Ja. En daar aten dus de agenten hun broodje en dan zaten ze te roddelen en te roken. En nu was dat ook bewoond, weet je wel. Er waren 3 vlieringen in aangebracht en daar woonden 3 verschillende mensen. Ja, precies. En dat was een hele grote hal, die diende op een gegeven moment die ook als overlegruimte, waar het hele huis samenkwam. En daar gingen ze besluiten over, nou, gaan we wel of niet huur betalen, gaan we wel of niet elektra betalen, gaan we wel of niet, worden we van de gemeente of niet. Dan ga je mee conformeren aan de precies, gemeente. Ja, precies. Het is ook fijn als je gewoon 1 gebouw dus hebt als plek voor je roman. Ja. Een van de hoofdrolspelers is Rogi, heb ik net verteld in de introductie. Wie is hij precies? Kun je vertellen wie hij is? Rogi is iemand die op zijn 17e van het ateneum komt en dan zeggen zijn ouders, nou, jij bent nu volwassen, dus wij gaan naar Ierland. Het zijn alle hippies, hè? Het zijn 2 hippies, ja. die gaan naar Ierland toe. Ja, en Rogi die gaat dus op zoek naar een kamer, dat valt niet mee, en komt uiteindelijk in de Hazer terecht. Op dat moment is het dus echt nog chaos. Dan wonen er mensen die... met hun vuilniszakken uit het raam gooien en die wijs van spreken uit het raam poepen. De wemelte van de junkies met honden en dat is niet houdbaar als je gewoon echt wilt leven, als je een beetje een normaal leven wilt hebben. Tegelijkertijd is ook die anarchistische kant, wat ik al zei, van bands en kunstenaars en we gaan er tegenaan en we gaan de wereld veranderen. En ze beginnen de wereld te veranderen door de junkies eruit te gooien, wat natuurlijk toch behoorlijk zuur is, want ja, waar moeten die mensen dan naartoe? Ja, die staan op straat. En waar is Rogi een beetje op gebaseerd? Lijkt een beetje op Rogi? Ja, maar ik ben wel actiever dan Rogi. Wat moet ik zeggen, ben je actiever? Nou, Rogi is iemand die meegaat met de vaart van der volken. Die doet wat er in het huis van hem verlangd wordt. Maar ik ben meer geneigd om te zorgen dat het huis doet wat ik wil. Sorry. Ja. Oh, net zoals Jeroen. Ja, nee. Maar hij is ook wel een beetje ambivalent. Want de ene kant wil je toch een beetje het burgerbestaan hebben. De andere kant is het toch een beetje die hang naar de energie. Ja. Misschien lekker op het tap. Ja, natuurlijk. Ja, al die personen, die personages die in dat boek voorkomen, die hebben iets van mij. Dat kan ook niet anders. Maar Rogi is, hij heeft wel hang naar dat burgerlijk leven. Ja. Dus hij heeft ook verkering met een meisje dat die hang niet zo heeft. Die heeft allerlei andere vrije seks. Hij wil gewoon wel echt verkering, maar zij wil niet. Ja. Nee.
Nee, maar het is een tijd nog voor idealen nog, hè? Ja. Dat eind jaren 70 idealen, hoop van de, zeg maar, de internationale revolutie, die gaat toch een keer gebeuren dan. En dan het gaat gebeuren. Ja, en het wordt toch steeds grimmiger. En begin jaren 80 komt er een moment dat koningin Juliana, dat is 31 januari, die besluit om te gaan aftreden. En dan wordt de situatie al een stuk explosiever. Ja. Toen barstte een of andere manier de verontwaardiging los. Het leek alsof er een soort condensatie. Hoe komt dat, denk je? Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Het had ze wel lang opgebouwd. Kijk, als je een half jaar werkloos bent, nou ja, weet je wel, dat ook. Maar als je 2 of 3 jaar bent, dan denk je van goddorie, er is niks, er komt niks. En toen kwam die aankondiging van dat Juliana opgevolgd zou worden door koningin Beatrix. En dat barstte algemeen los. In Nijmegen. Waarom zijn wij wel en wij niet? Ja, en al het geld dat er tegen aangegooid ging worden. Het was natuurlijk ook gewoon een mooi punt om te laten zien, wij zijn er. Ja. En dus uiteindelijk heeft alles toegewerkt naar die 30 april. Ja, maar zover is het nog niet. Nee. 30 april, dat is zeg maar een climax. Daar gaan we zo nog naar kijken. Maar jij zegt het net in het begin al. Ja, tanks. Ja. In de straten van Amsterdam. Wie trouwens, wie heeft, wat we nu gaat hebben over die Vondelstraat rellen in 1980. Wie heeft dat meegemaakt bewust? Oh, er zijn heel veel vingers, ja. Ja, dat was wat, hè. Maar ook echt aan de lijve gezien, die tanks. Hoe was dat voor u om te zien, die tanks? Dat was heel spannend geweest, zei hij. Het was altijd wel op een afstand. Ik zag het op de nieuwsite en dan zag ik wel van alles, maar ik was wel veilig. Ja, een mevrouw zegt, het was veilig voor haar. Maar omdat je dus... Maar de grimmige spieren... Het was heel grimmig, heel grimmig. Ik vond het wel spannend. Ja, spannend. Ja, actie in de taxi. Ja, precies. Ja, nee, dat is nu anders. De helikopter. Ja, de helikopters, ja. En jij gaat een stukje voorlezen. Ja. Van juist dat moment... Dat zeg maar, en achteraf blijkt dat er een soort van generale repetitie is, of wat daarna gaat komen op 30 april 1980. Een stukje voorlezen. Ja, dit gaat over het kraken van de wonden is al gebeurd, dus het is voordat de tanks komen. Ja, dus dit moet je even nog wegdenken. Ja. De tanks die, daar heb ik ook nog een stukje over, maar ik weet niet of ik daar aan toe kom. Ja, over de 3 minuten. Ja, ja. Ja, zeg maar dat ik op moet houden, want... Lees op door. De twee hoofdpersonen komen aan bij de Vondelstraat, waar dus al een flinke verzameling van krakersvolk is. En ook al de ME, maar die weet niet waar ze naartoe moeten, die weten niet wat ze moeten doen. Dus alles staat door elkaar. Rogier en Robbels gooiden hun fietsen tegen de muur en drongen naar voren. In de verte rezen de sombere contouren van een kerk. Op de kruising met een grotere straat verraden bovenleidingen de weg van de tram. Aan de overkant van de straat stak een balkon uit een statige gevel. Het bezweek bijna onder de last van 12 of 14 jongens met bivakmutsen en helmen op. Ze gingen naar voren tussen leren jassen en ronde rieten schilden door en bereikten de bredere straat die volgens de bordjes Constantijn-Huygensstraat heette. Hier was meer plaats. En nu? In de massa leek Robbels zenuwachtiger dan eerst. Rogier haalde zijn schouders op. Samen gingen ze weer verder. Tot ze onder hun voeten de rails voelden die ze niet konden zien. Hoog boven de huizen hing een helikopter. De zenuwslopende herrie van zijn draaiende wieken daalde op en neer. Van links kwam geloei van sirenes. Op volle snelheid schoten de busjes de Huygensstraat in. 3, 4 op een rij, blauwe zwaailicht op een dak, tralies voor de ondoorzichtige ramen, een stoet van anonieme overvaldieren. De menigte op de tramrails stoof uiteen, naar links en naar rechts, op 1 man na. Het was Robbels. Hij leek niet te kunnen kiezen. Hij keek naar beide kanten en staarde toen als bevroren naar het naderende geweld. Het eerste busje kon hem nog ontwijken, maar het tweede schepte hem daar, midden op de rails, niet vol en frontaal, maar met de zijkant, waar de treiplank overging in het chassis. Robbels bleef met zijn jopper hangen aan een onzichtbaar uitsteeksel en verdween uit het zicht, mee met de overvalwagen. Rogier schreeuwde. Alle krakers schreeuwden. De kreet stierf weg. Heel even bleef het stil. Toen bewoog alles tegelijk. Van het balkon sprongen de jongens met de bivakmutsen. Op straat trokken anderen een metalen hek uit de grond, braken de stijlen eruit en deelden die rond. Met 4, 5 tegelijk besprongen krakers dus de ME'ers die veruit in de minderheid waren. Rogier rukte een metalen staaf uit de hand van de passant.
Het ijzer was dun, maar zwaar. 3 keer zwiepte hij om te proberen. De punt zoemde in de lucht. Hij riep, aanvallen! En stortte zich in de vechtende menigte. Hij sloeg om zich heen zonder te kijken, raakte soms de straat, soms de lucht en in enkele keren Smeres, pal op zijn bovenarm. Schreeuwend draaide de man zich om. Rogi sloeg een ster in zijn doorzichtige vizier en een deuk in de witte helm. Schopte een been weg. De man viel. Verder ging het, met lange halen die soms doel troffen. Kermende Wouter zaten op de grond, hielden slap hangende handen vast of trachten een bloeding bij een collega te stelpen. Rogi schreeuwde. Na een paar minuten, op een open plek in het gevecht, ontstaan doordat ieder zich op een andere tegenstander richtte, hijgde hij even uit. Voor hem sloeg een meisje, in een rood lederen jas gekleed, erop los. Een veroverde ME-helm verborg haar rode haren. Van onder de rand van de helm keek Tanja's groene ogen hem aan. Ze hief opgewekt haar hand en dook weer in de massa. Het was snel afgelopen. De ME, onervaren in het bestrijden van gewapende orde, ongeorganiseerd door de snelle opmars, verlaten door commandanten en verspreid in de massa die ze moesten bestrijden, ruimde binnen 5 minuten het veld. De laatste overals verdwenen hollend uit het zicht in de richting van het Leidseplein, tot aan de stadhouderskade achterna gezeten door krakersters met knuppels en ijzeren staven. De overwinnaars verzamelden zich in triomf op het kruispunt. Ik heb er eentje op zijn kades geslagen, giechelde Tanja. Ze had haar helm afgezet. Haar normaal zo wit gezicht was rood aangelopen. Waar is Robbels? Riep Rogi. Mooi. Je hoeft niet te kunnen. Nee. En daarom, dus ik heb er wel eens weer gezien dat dit was nog nooit eerder voorgekomen. Nee, de ME had totaal geen, zeg maar, draaiboek om hierop te reageren. Ik had ook geen enkele ervaring mee. Nee, dit was de eerste ervaring. Ja. Maar de ME was wel beter voorbereid. De tweede keer. Want het was ook nog spannend hoor. Ja, zeker. Ze waren heel dichtbij. Ja, precies. Ja, want dit was een... zeg maar, de prelude was dus in de Vondelstraat. En die werden ze ontruimd op een gegeven moment. Ja. En toen kwam de voorbereiding op wat zou komen gaan 30 april. De inhuldiging van BNR in Amsterdam. Wat grondwettelijk vaststaat. Dus ze moeten het gaan doen in Amsterdam. En geen woning, geen kroning kun je zien. En dan zie je ook rechts hier officieel een affiche met 30 actiedag. Met de bom die op barsten staat. En het liep helemaal uit de hand. Het ging, alles wat mis kon gaan, ging mis. Ja. En daar hebben we een kort fragmentje van Harm Season in 1980 die het nieuws voorleest. Filmpje duurt al 2 minuten en dan krijg je een beeld van wat zich daar heeft afgespeeld op het Rokin. En als je daar nu loopt, denk je van, god, het is vredig, de goeie loper. Maar dat is gewoon een veldslag. En dat er nog geen doden zijn gevallen. Dat is een wonderbaar. We gaan kijken naar 30 april 1980, Harmen Season. Even een korte terugblik. Het geweld begon vanochtend in de Kinkerbuurt in Oud-West. Krakers en sympathisanten raakten slaags met de mobiele eenheid. De krakers hadden een kantoorpand gekraakt op de hoek van de Kinker- en de Bilderdijkstraat. Daarna hadden ze op het kruispunt barricades opgeworpen van dranghekken. De politie ruimde die op onder een spervuur van verf en stenen. Even voor 2 uur weer een treffen. Dit keer op de Blauwbrug tussen Waterloopplein en Amstelstraat aan de rand van de gemeente. De mobiele eenheid versperde zo'n 3000 mensen de doorgang. Ze wilden betogen tegen de monarchie. De politie gebruikte traangas om de demonstranten te verspreiden, maar zonder succes. Voor het bestrijden van de onlusten in Amsterdam zijn vandaag 800 politieagenten ingezet. Als gevolg van die onlusten zijn er bij de politie en bij de actievoerders een groot aantal gewonden. Tot vanavond 11 uur zijn 92 politieagenten gewond geraakt. De meeste van hen liepen inwendige kneuzingen op, maar 2 agenten raakten zo zwaar aan borst en hoofd gewond dat ze in het ziekenhuis moeten blijven. Hoeveel gewonde actievoerders er zijn, is niet bekend. Wel zijn 20 jongelui in een ziekenhuis aan verwondingen behandeld. Krakers hebben vandaag meegedeeld de onlusten in Amsterdam te betreuren. 2 van hen zeiden ons vanmiddag laat dat ze dit niet bedoeld hadden met hun actie Geen woning, geen kroning. De leus Geen woning, geen kroning was bedoeld om de aandacht te vestigen op het feit dat er naast zoiets als een kroning die gigantisch veel miljoenen gekost heeft,
ook nog zoiets bestaat als woningnood in Nederland. Maar nu lijkt er in de stad evenveel schade te zijn aangericht als er betaald is, uitgegeven is aan alle festiviteiten. Ja, nou, ik weet ook niet waar dat allemaal vandaan komt. Ik kan wel een paar dingen gaan gissen. Maar wat er hier gebeurd is vandaag, dat heeft inderdaad niks meer met kraken te maken. Betreurt u de manier waarop het nu uit de hand loopt? Ja, pertinent. Wij willen niet op die manier werken, wij willen woonruimte. En daar vechten we voor. En die zullen we wel verdedigen. Als de politie komt, zullen we die panden verdedigen. Maar wat er op de Dam en op het Rokin gebeurt, dat vinden wij zinloos. Ja. Blijft toch heftig om te zien, die beelden. Ja, waar EFSAI dus volgens de meeste... Ja, nou, is er niet ook een beetje naïef geweest om dat te zeggen, ja, dit hebben we nooit gewild, dit hebben we... Ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja. Ze hebben, iedereen heeft dus de onvrede over het hoofd gezien en de wil om erop te slaan die in de maatschappij leeft. Ja, dus het is over al die opgehoede agressie, ja. Woede, die ga je botvieren. Maar ook, ook het gevoel, de bekendheid met het massa-fenomeen. Ja. Je had de vakbonden en je had politieke partijen en de jeugd van tegenwoordig, sorry. Maar die is veel meer geïndividualiseerd, veel meer versplinterd. Mm-hmm. Dus in wezen is er de afgelopen 5-6 jaar hetzelfde gebeurd. Ja. Maar niemand is op deze manier in opstand gekomen. En je hebt natuurlijk een netwerkmaatschappij, dus iedereen... Via Facebook, etc. Ja, dat wel. Maar tot massabewegingen of massaal verzet is het niet gekomen. Zeg maar, dat hele gevoel van solidariteit is er gewoon niet meer. En niet dan... op die manier, nee. En terwijl de problemen hetzelfde zijn. Want ik zie het aan mijn dochter, die is nu 27. Nou, die betaalt zijn schil voor één kamer. En is blij dat ze dat kon vinden. Werk zoeken op die leeftijd. Is gewoon een vast contract, is vreselijk moeilijk. Maar toch, ja, er gebeurt niet zoveel. Maar wat moet er dan volgens jou gebeuren om dat samenhorigheidsgevoel weer te krijgen dan? Ik ben geen politicus. Nee, maar... Het is wat ik zie. Ja. En ik betreur het. Maar misschien is het nog niet slecht genoeg en moet het nog slechter worden. Waarschijnlijk. Zou kunnen. Zou je kunnen zien dat 1980, juist met die rellen, dat... Dat is alsof een keerpunt ontstaat. Dat men denkt van oké, dit is zo heftig, er moet een andere oplossing komen dan dit. Nou ja, de kraakbeweging verloor ook de sympathie van de Nederlanders. Ja. Ik bedoel, bij de Vondelrellen, die nacht, of die twee nachten, dat weekend, dat ze het pand bezet hielden en het kruispunt bezet hielden, kwamen gewoon Amsterdammers, kwamen pannetjes soep brengen en dekens en zo van, dit is niet koud, jongen. Maar na geen woning, geen kroning, na die rellen, daar zijn mensen zo door afgestoten of van geschrokken of iets in die geest. Dat, ja, toen keerde het. Het heeft nog lang geduurd voordat de kraakbeweging ten einde kwam. Wanneer ongeveer kwam het ten einde? Nou, eind jaren 80 denk ik, sowieso 88, 89, toen de muur viel. Dat is wel een heel belangrijk scheidspunt. En daarna kreeg iedereen geld in eigen huis. En toen was het afgelopen. Ja, en toen kwam de burgerlijkheid, ja. Trouwens, hippies in jouw boek, die komen er niet zo goed van af. Ja. Niet zozeer dat de ouders van Rogi die dumpen hun zoon eigenlijk, die gaan naar Haarlem of die gaan naar Ierland toe. Maar ook de hippies van de jaren 60 en 70, die zitten lekker op een plush. Ja, die hebben leuke baantjes, die hebben lekkere huizen. En, ja, zo was het ook. Ja. En dan zeiden ze tegen ons, jullie hebben de revolutie niet voortgezet. Ja, nee. Dat hebben we wel. De hele reden, tanks in de straten, opgezet tegen het volk. Nou, wat wil je nou eigenlijk een revolutie hebben? Ja. Hofland, de journalist, schreef, had het over de grote matheid. Kijk naar die beelden van geen woning, geen koning en zeg dan nog een keer de grote matheid. Nou, zo werd er over naar de kraakbeweging en naar de X-generatie gekeken. Er gebeurde juist heel erg veel. En mensen die de grote matheid herhaalden, die keken niet goed. Nee. En dat waren wel die oude hippies. Ja, precies. En je hebt ook nog, een laatste vraag nog, je hebt ook nog nog een oorlogsverleden nog erin verwerkt. Want, ja. En waarom heb je dat niet gedaan? Want de opa en oma van Rogi, die hebben iets meegemaakt in de oorlog. Ja. En dat speelt ook een rode draad in het verhaal. Of een van de draden in het verhaal. Ja, ja. Nou, toen ik het boek af had, dacht ik van, hey, ik heb een boek zonder plot geschreven. En ik gaf het aan de uitgever. Ja, je hebt een boek zonder plot geschreven. En de oorlog, is dat goed voor een plot? Nee, het speelt een beetje... Het is vaag gebaseerd op mijn eigen familiegeschiedenis. Want mijn ene opa die zat in het verzet en mijn andere opa was gemeentesecretaris in Katwijk. En ja, als ik vroeg van wat heb je gedaan in de oorlog, dan zei hij van ja, ik had een gezin. Dus dan durfde ik niet verder te vragen. En dat heb ik een beetje opgevoed.
Maar het is niet, dat is niet op feit gebaseerd. Nee, oké. Maar je hebt nooit verder durven vragen. Ik zie. Nou ja, ik wist het al wel. Het volgende gesprek. Oh, oké, okay, ja. Niet verder durven vragen naar het oorlogsverleden. Dat is altijd... Ja. Dat is nu moeilijk voorstelbaar, maar die Tweede Wereldoorlog leefde toen nog enorm. Ja. Ook onder jongeren. En het was het punt van, was je goed of fout? Krakers refereerden ook aan het verzet tegen de Duitsers om hun eigen positie te verdedigen. Ja. En dat speelde toen wel, dus ook dat is vooral en terecht. Je bent nu bezig met een nieuwe roman, of tenminste je nieuwe roman die gaat over Suriname, toch? Ja, speelt in Suriname, ja. Ja. En kun je daar iets over vertellen? Ja, het is een gecompliceerd boek. In 1904 brak er goudkoorts uit aan de grens met Brazilië. En Suriname was toen nog niet eens in kaart gebracht. En de Nederlandse overheid dacht van, nou, die goudkoorts, daar willen wij wel van profiteren. Dus die legde een spoorlijn aan naar de grens van Brazilië om te zorgen dat het goud allemaal via die spoorlijn naar Paramaribo kwam, zodat ze een flinke belasting over konden heffen. En mijn hoofdpersoon is een van de ingenieurs die lijn aanlegt. En zijn collega is een Surinaamse, dus een zwart, een donkere, ook ingenieur. En de blanke, de witte, neemt zijn vrouw mee. En daar ontstaat een heel vette driehoeksverhouding tussen. En verder is er veel geweld. Wanneer is die af? Ja. En nou, in 2018 of 2019. Maar het wordt een ding, dus dat is 2019. Kom je ook hier in 2000? Ja, hartstikke goed. Dank leren. Doe het uit! En we gaan nu nog, voordat de pauze is, gaan we nog luisteren naar één liedje. Ja, er komt echt de piano wordt weer hergeschoven. Want we gaan, dat heb ik nog niet verteld, maar we hebben het wel verteld, dat we gaan luisteren. Dat wil ik niet. Naar gedichten van Jean-Pierre Gavi. Jean-Pierre Gavi. En die zijn op blues gezet door Bas, Ludo en Matthijs. En ga ik een kort, maar toch inhoudelijk interview met jullie erover hebben. Over wie is Ravi en wie zijn jullie eigenlijk. Maar voordat we gaan pauzeren. Gaat het goed? Ja hoor, gaat goed. Dan gaan we nog luisteren naar een... waar gaan we eigenlijk naar luisteren? Vertel eens. Dit gedicht heet Interieur. Ah. En het is eigenlijk, vat het heel erg samen waar Jean-Pierre in zit en op welke manier hij schrijft. Het is eigenlijk bijna een soort overkoepelend over al zijn werk is dit zo'n beetje het gedicht. Gedichten? Ja, het gedicht. Nou, zijn gedicht der gedichten, ja. Weet je hoe hij zijn hele schrijfcarrière samenvat? Toch? Ja, een beetje. Ook. Ik ben blaasmus weg. Figuurlijk dan. Ja, zeker. Vertrek, heb ik steeds minder anderen van noden. Met al mijn aan de dood omstegen doden, iedere nacht stilzwijgend in gesprek. Is al eeuwen uit de mode. Van wat ik deed uit nood of om den bode. Rest enkel de grandeur van het échec. Maar ook al bood het leven nog zoveel, waar ik mijn tanden op heb stuk gebeten. Eén regel en de wereld raakt vergeten. Een rijmen het verscheurd en lauw wordt heel. Alleen achter mijn schrijftafel gezeten, heb ik opnieuw aan heel de schepping deel.
gaan even een kort... Ik praat met het consumptie. Ik zag het net, ik voelde heel erg bijna. Ja, we gaan...